Seks en ongesteldheid. Doen of niet doen. Wat moet ik aandoen? Wat is handig? En dit slaat natuurlijk nergens op, maar ik weet gewoon niet zo. Hoop! Hey guys, ik ben vandaag hier met een nieuwe video. Dit is deel 2 van advies van Lois. En jullie hebben weer massaal dingen ingestuurd waar ik mijn advies op ga geven. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En vergeet niet eventjes te abonneren als je hier nieuw bent. En dan gaan we snel beginnen, want jullie hebben veel ingestuurd. Let me share my wisdom with you. Hey Lois, ik heb een meisje in mijn klas. En aan het begin van het jaar werden wij beste vriendinnen. Maar toen kreeg ze met een jongen en heeft ze me laten vallen. Ik heb haar toen het uitging met die jongen vergeven en voor haar is het nu weer hetzelfde als eerst. Maar voor mij niet. Moet ik haar vertellen dat het me nog steeds dwars zit? Even dingetje. Voorlezen is moeilijk, oké? Moet ik haar vertellen dat het me nog steeds dwars zit? Of moet ik iets anders doen? Nou, anoniem. Dan zou ik toch zeggen ja. Vertel het je vriendin. Want als zij het niet weet en ze heeft nog een keer een vriendje. Ze zal vast ooit nog een vriendje krijgen. En ze weet niet beter. Dan zal waarschijnlijk hetzelfde gebeuren in de toekomst. Vertel haar hoe je je voelt. Maar hou het vooral bij jezelf. Als je het op een soort van, hey, jij deed dit en ik vond dit niet leuk wat jij deed. Want jij deed zo. Dan voelt het zeg maar als een hele aanval naar haar toe. En je moet natuurlijk gewoon uitleggen hoe jij je voelt en waarom je het vervelend vond. Hoe meer je het bij jezelf houdt, hoe makkelijker iemand het van je kan aannemen. Maar conclusion, ja, ik zou wel vertellen aan je vriendin hoe je hebt gevoeld en hoe je op dit moment voelt. Want anders dan gaat het gewoon nog een keer gebeuren, denk ik. Mijn struggle is dat mijn cupmaat F is. En ik er op school heel moeilijk mee... Oké, sommige van jullie gebruiken geen interpunctie en dan is hard oplezen nog moeilijker. Mijn struggle is dat mijn cupmaat F is en ik er op school heel moeilijk mee heb met gym, bijvoorbeeld het omkleden of dat zij heel erg heen en weer gaan. Heb je een tip? PS, you're amazing. Thanks, you too. 15 jaar en ik heb cup A. First of all, ik heb cup A. Ik heb niet zoveel boep, dus het spijt me, maar ik kan je niet echt goed advies geven, denk ik. Kijk, ik draag galettes, maar ik heb gewoon niet zoveel boep. Dus mijn boeps hoeven ook niet veel ondersteuning te hebben. Dus mijn gaan niet zoveel gekke dingen doen. Als je grote borsten hebt, dan is het belangrijk dat in ieder geval je grote borsten goed ondersteund worden. Dus er zal vast wel een speciale BH voor zijn. Maar ik denk niet dat ik de juiste persoon ben om je daar advies op te geven. Sorry. Maar voor het vervolg, jongens, probeer mij wel dingen te vragen waar ik echt advies op kan geven. Want ik heb gewoon geen cupmaat F. Dus om daar echt ervaringsadvies op te geven is natuurlijk onmogelijk. Maar ik hoop dat er iemand anders is die je wel kan helpen met deze vraag. Als er iemand anders is van mijn kijkers met cupmaat F en jij hebt een fantastische lifehack, laat het even weten in de comments. Hey Lois, ik heb heel veel pluis op mijn haar en ik vind mijn haar gewoon mooi. Maar al dat pluis maakt mijn haar gewoon heel lelijk. Dus ik vroeg me af of je hier een tip voor hebt. Ja, sowieso, als je haar niet goed zit, dan is het gewoon meteen een mood killer. Dat is echt zo vervelend. Maar volgens mij is het altijd belangrijk dat als je zeg maar pluizig haar hebt, dat je je haar goed verzorgt. Het is natuurlijk sowieso belangrijk om je haar goed te verzorgen. Eén ding wat je kan doen is na het wassen van je haar onder koud water wassen. Blijkbaar helpt dat omdat het dan je schubben van je haar openzet. En daardoor lijkt het minder pluizig. Of is het minder pluizig. Voor pluishaar kan je olie gebruiken. Zeg maar niet letterlijke olie vanuit de keuken. Maar haarolie. Dus je hebt ook meestal van die kleine flesjes met echt olie. Dat kan je dan door je haar heen doen. Of misschien een haarmaskertje. Ik heb dus met de broer van mijn beste vriendin gekust. En we hebben een relatie. Maar niemand mag dat weten. Hoe zou ik het mijn beste vriendin kunnen vertellen? Oei, dat is een moeilijke. Want vanuit de best friend perspectief is dat best wel een lastige situatie, maar ik kan ook echt begrijpen dat het voor jou ook heel moeilijk is. Because love happens. First things first, ik zou eventjes bespreken met zeg maar je vriend slash de broer van wat jullie eraan gaan doen. Want jullie hebben een relatie natuurlijk samen, dus het is niet aan jou of aan hem om het in je eentje te dragen. Ik zou je vriendin gewoon een berichtje van hey of bellen. Hey, ja, ik moet je echt iets belangrijks vertellen en ik zou het het liefst in persoon willen doen. Want ik zit hiermee, ik wil het jou even uitleggen, bla bla. En dan zou ik het gewoon uitleggen in de zin van hey, het is niet expres gegaan, maar ik ben verliefd geworden op je broer en hij op mij en we zijn nu eigenlijk aan het daten. Ik wil niet liegen tegen jou, dus ik wil eerlijk met je zijn, dit en dat. Dan hopen we gewoon dat je vriendin het kan begrijpen. Dus als je van tevoren al bedenkt van hey, mijn vriendin kan het oké vinden of ze kan het echt heel erg vinden of ze kan het eventjes vervelend vinden, maar komt dan wel weer bij. Als je verschillende scenario's van haar reactie alvast even bedenkt, kan je in ieder geval een soort van begrip tonen naar haar als ze wel boos wordt of verdrietig is of iets in de richting.
richting. Kijk, het enige wat jij kan doen in de situatie is het op een goede manier naar haar toe brengen, zeg maar. Haar te vertellen. En dan hopen we natuurlijk gewoon dat ze het oké vindt. Hey girl, gisteren heeft mijn vriend het helaas met me uitgemaakt. We blijven wel vrienden, alleen wil hij minder afspreken in de weekenden. Maar ik weet niet zo goed wat ik dan nu in de weekenden moet doen. Hey girl, sorry dat het uit is gegaan. Eerlijk gezegd, ik heb nog niet echt ervaring met een break-up en een relatie überhaupt. Maar ik zou wel denken van ja, als je een relatie met iemand hebt gehad, wil je nog wel echt vaak met die persoon omgaan? Want mij lijkt het juist fijn als je een soort van die space hebt om elkaar los te laten. Ik zou gewoon je leven normaal weer oppakken, zeg maar. Wat deed je voordat hij er was? Niet zeggen dat je met hem aan het appen was. Nee, je was gewoon een serie aan het kijken. Lekker aan het tekenen, lekker aan het lezen, lekker aan school, lekker met vriendinnen. Ga gewoon lekker dingen doen die je normaal ook zou doen. Leef je leven vooral gewoon zoals je het zou doen zonder hem. Seks en ongesteldheid. Doen of niet doen. Ik heb wel gehoord dat ongesteldheid en seks echt heel erg verschillend zijn per persoon. De een vindt het heel vies en helemaal niet fijn en kan er niet, zou er niet aan willen denken om met ongesteldheid seks te hebben, want dan voel je soms gewoon niet fijn in je lichaam. Maar andere vrouwen, die worden juist heel erg opgewonden als ze ongesteld zijn. Dus het is gewoon aan jou om te ontdekken welke twee types jij bent. En het kan natuurlijk ook zijn dat je de ene keer wel fijn voelt en de andere keer niet. Ik weet niet of er iets, zeg maar, hygiënisch fout kan gaan als je seks hebt, als je ongesteld bent, zeg maar. Maar volgens mij zijn er wel gewoon mensen die dat doen. Ik zou denk ik gewoon van tevoren misschien jezelf ietsjes meer schoonmaken en achteraf ook. Ik ben verliefd op een jongen en hij is ook op mij. Ik ken hem van vakantie van een jaar geleden. We kwamen later in contact en zo begonnen we elkaar leuk te vinden. Maar hij woont een uur rijden van mij vandaan. Met de auto is geen optie, dus zouden we met de trein moeten. Dit hebben wij beide nog nooit gedaan. Weet jij een goede oplossing? Want we vinden elkaar echt leuk. Ik ben 14 en hij is 15. Nou jongens, jullie hebben meer relatie goals dan ik. Eén optie is iemand zoals je broer, zus of vader of moeder overhalen om mee te reizen. Misschien hebben zij iets daar waar jouw future babe woont. Iets wat zij kunnen doen in de tussentijd. Wat ook nog een optie is, is misschien dat jullie halfway there elkaar kunnen meeten. Ook met allebei een ouder. En dat jullie bijvoorbeeld naar een dierentuin gaan. Wat zeg maar voor allebei een half uur reizen is. Dat jij niet een uur hoeft te reizen of je vriendje niet. Dus ik denk dat dat misschien drie soorten opties zijn. Ik voel me de laatste tijd best wel kut. En ik weet niet echt waar het vandaan komt. Ik kan er met vriendinnen makkelijk over praten, maar mijn ouders begrijpen het niet. Je zegt zelf dat je zelf ook niet zo goed weet waar het aan ligt. Dus misschien is het goed om eventjes zeg maar na te gaan van hey, waar kan het aan liggen waardoor ik me zo voel? Is het omdat ik nu ongesteld ben? Is het omdat ik me vervelend voel over school? Is het omdat ik, I don't know. Ik ga gewoon eventjes bij jezelf na waar aan het zou kunnen liggen. En als je dat zelf beter weet, dan kun je het natuurlijk ook duidelijker vertellen aan je ouders. Wat doe ik aan naar een concert met 15 vraagtekens. Ik ga niet zo vaak naar concerten. En als ik ga, dan ben ik meestal best wel panisch met wat moet ik aandoen? Wat is handig? Wat moet ik meenemen? Kijk, je doet gewoon een jas aan. Dat moet je eigenlijk gewoon doen. En dan ga je naar een kluisje en dan stop je daar je jas in. Onder die jas heb je gewoon een chill t-shirt. Een fijne broek waar je lekker in kan dansen en lekker in kan bewegen. En ik vind altijd een fanny pack super handig. Want dan heb je in ieder geval je portemonnee, je telefoon, je sleutels wellicht. Alles gewoon dichtbij je. En dat vind ik zelf heel fijn. Hey, er is dus een meisje bij mij op school en we denken heel vaak heel erg hetzelfde over dingen. En ik heb echt het gevoel dat we super goede vrienden kunnen zijn. Het is soms super gezellig, maar af en toe krijg ik echt het gevoel dat ze me niet mag. Dat ze bijvoorbeeld anderen die ze ongeveer even goed of minder goed kent, boven mij kiest om iets samen mee te doen. En dit slaat natuurlijk nergens op, maar ik weet gewoon niet zo. Koop! Ik denk dat het gewoon belangrijk is dat je haar laat weten wat je van haar vindt. Van, hey, chick, ik vind jou vet leuk. Zou je een keer met mij iets leuks willen doen? Gezellig? Weet ik veel. Misschien is ze super, vindt ze het super spannend en durft ze niet helemaal all the way voor vriendschap te gaan. Want zij ook denkt van, oh, ik weet ook niet wat jij van mij vindt. Dus ik zou gewoon haar laten zien van dat je haar gewoon aardig vindt en dat je graag tijd met haar doorbrengt. En als zij dat doorheeft, dan zal ze waarschijnlijk ook makkelijker naar jou toe dat laten zien. En als dat niet het geval is, dan is dat zo. Weet je, sommige mensen, dan klikt het meteen mee en sommige mensen duurt het even. En als het uiteindelijk blijkt dat jullie niet de beste match als vrienden zijn, dan is dat jammer. Maar dan komt er vast wel iemand anders weer langs. Ik ben verliefd op iemand die al bezet is. Wat moet ik doen? Ja. Oké, de jongen heeft een vriendin. Ik zou vooral gaan bedenken van als jij een vriendje had. Jij was het meisje met het vriendje. Jij was het vriendinnetje. Hoe zou je het vinden als iemand anders verliefd was op jouw vriend?
waarschijnlijk heb je dan de hoop dat dat meisje zo netjes is dat ze er niks mee doet. En dat ze jou gewoon met je vriendje laat voor wat het is. Which I mean to say is, als iemand anders gewoon al een vriend of vriendinnetje heeft, dan moet je het gewoon laten voor wat het is. Dan is het jammer op dit moment. Misschien heeft hij over een paar jaar geen vriendin. En dan is het het juiste moment om iets met hem te starten. Maar als je nu bewust iets met hem gaat starten of proberen te starten, terwijl hij gewoon een vriendin heeft, vind ik dat nooit zo ver tegen het meisje. Dus... nou jongens, dat was het alweer. Ik heb niet alle antwoorden kunnen geven. Alle DM's die jullie hebben gestuurd. Maar anders wordt deze video echt 34.000 uur lang. Dus ik hoop dat jullie wat kunnen met de antwoorden die ik wel heb gegeven. Vergeet dus niet in de comments achter te laten of ik je heb geholpen. Vergeet natuurlijk ook niet te abonneren en het belletje aan te zetten. En dan zie ik jullie graag de volgende keer alweer. Doei!